De versoepeling die vandaag aangekondigd is, is in de eerste plaats de verdienste van de burgers zelf, die de afgelopen 2 maanden de regels hebben opgevolgd en de verspreiding van het virus hebben kunnen terugbrengen tot substantieel onder reproductiefactor 1, zoals men dat noemt. Er zit ook deze keer een goed evenwicht tussen het economische en het sociale, waarbij dat de winkels open gaan en tegelijkertijd voor Moederdag dan nog, Moederdag nog altijd op 10 mei, voor degenen die eraan zouden twijfelen, op 10 mei zijn er 4 bezoekers mogelijk. En ik denk dat voor de komende weken en maanden het van cruciaal belang zal zijn om die burgerzin die we de afgelopen 2 maanden hebben gezien, dat we die kunnen aanhouden, zodat we ook die vrijheden kunnen behouden en dat we ook alle inspanningen leveren om een tweede piek te kunnen voorkomen.